werd mij als opdracht gegeven pushback een vliegtuig. Vandaag ga ik meekijken met pushback truckchauffeur Trevor. En ik ben benieuwd of dat ik ook een vliegtuig terug zou kunnen duwen. Hoi Trevor, goedemorgen, ik ben Sanne. Hoi. Ik heb eigenlijk de opdracht gekregen om een vliegtuig terug te duwen. Oké. En wou je dat zelf gaan doen? Ja, dat kan dat? Dat is helaas niet mogelijk. Waarom, vertel eens? Er zit een bepaalde veiligheid voorschrift aan vast en opleidingen die je moet doen voordat je een pushback mag uitvoeren. We kunnen wel wat anders direct gaan doen. Daar ben je denk ik ook blij voor worden. Ik ga jou met een aantal dingen mij laten helpen. Die van belang zijn bij het vertrek van de machine. Ik ga jou onze steringpin erin laten doen. Nou, dat is dus dat het cockpit niet meer aan het kan sturen. We gaan willen jou de talk-out laten doen. Talk-out? Ja. Is dat dan? Dan ga jou het vliegtuig laten uitpraten. Dan ga jij contact zoeken met de cockpit. Nou, wat moet ik contact gaan hebben met de cockpit? Jij gaat contact hebben met de cockpit. Het gesprek houdt in dat jij het signaal geeft dat het vliegtuig klaar is en veilig voor vertrek. Jij gaat alles aan mij doorgeven wanneer de remmen eraf zijn, wanneer ik de pushback kan starten. Oké. Er ligt een hele hoop in jouw handen vandaag. Nee! Door. Stap 1 is gezet. Waar ga je op letten? Ga erop letten dat alle deuren en klepjes allemaal dicht zijn. Klopt erop. Jij bent daarvoor verantwoordelijk dat jij direct door gaat geven aan de cockpit. Dat jij hebt gecheckt dat alles dicht zit en dat je veilig bent. Zolang er bij iemand naast jou zit die het allemaal in de gaten houdt en kijkt of alles goed gaat, komt het allemaal goed. Ik ga zo meteen contact hebben met de cockpit. Van de Dreamliner van Toei. Ik ga onder andere aan ze vragen of we mogen vertrekken. En vertellen dat ze hun motor mogen starten. Echt al, die achterste twee. Deze en die. Met de piloot onder andere vertelt dat de remmen los mogen. Nu is de pushback gaande en nu mag ik zo nog tegen de piloot vertellen dat hij zijn motor mag starten. It's now clear to start boat engines. Oké, starting boat engines. We zijn nu klaar. Nu mag ik tegen de cockpit gaan vertellen dat de pushback completed is en dat hij zijn parking brake erop mag zetten. Dus pushback is completed, set parking brakes please. Parking brake is set. To a good start. You may disconnect. Please show us keep it on the right side. And leuk gedaan. Zet over 2 dagen op als we terugkomen. We will disconnect everything and we will show the pin on the right side. Thank you, have a nice flight. Was het vandaag. Heb jij nou een leuke opdracht voor mij? Reageer dan snel. En wie weet ga ik het de volgende keer uitvoeren. See you at Schiphol!